Druk is in een museum, dan staan mensen altijd bij bepaalde werken en dan heb je zoiets van, oh, dat moet ik vast ook bekijken. Maar dus dat gevoel, daar had ik dus helemaal geen last van. Dus ik kon gewoon helemaal, alles was evenveel waard, zeg maar. Maar farao had dus ook een kroon en tijdens het spelen met Mozesje valt die kroon op de grond en daar breekt een afgodsbeeldje af. En al die raadgevers van de farao, die zien daarin een verschrikkelijk onheilsteken, want die zien dat kind gaat het rijk Egypte ten val brengen. En ze geven hem de keuze. Hier heb je goud, jongetje. Of wil je deze heerlijke mooie schaal met gloeiende kooltjes, jongetje? Kies maar. Nou, wat doet dat jongetje? Die gaat natuurlijk. Ja, het jongetje pakt die gloeiende kooltjes. En zoals kinderen van 3 doen. En hij stopt het in zijn mond. Ik bedoel, het is allemaal heel tof. Maar dit... Niet aanraken, niet aan. Ik geloof gewoon niet dat het hondje hier niet is om de boel te ontwrichten. En nu heb je dus een liedje gemaakt omdat je viel voor dat hondje. Mozes heeft niet alles in naam gedaan van God. Maar dit hondje, dit kleine duivelse hondje heeft gewoon alles tegen Mozes gezegd. Gewoon om te fokken met mensen. Je staat ook bij een paar andere schilderijen. Ja. En je hebt het dan onder andere over mode, waar het je aan doet denken, over elektronische muziek. Ja. Dus je bent wel van veel markten thuis met kunststromingen. Maar is een, is een museum binnen of buiten jouw comfortzone? Dat is bijna een racistische uitspraak. Want je kunt niet alle musea over één kam scheren. Dat is waar. Maar ik hoop dat het is natuurlijk het tofst als het een beetje net erbuiten is. Ik zoiets van, oh, is dit wel kunst? Ik heb 1 keer een optreden gezien van Daft Punk. Is niet per se kunst, maar was ik 2 weken lang, had ik zoiets van, was het nou heel slecht of was het nou heel goed? En toen zei Costijn, de manager van de jeugd, die zei tegen mij, nou, als jij er al 2 weken mee bezig bent, als je dat al 2 weken afvraagt, is het gewoon goed. Ja. Weet je? En dat is een ding een beetje met kunst, toch? Je wil gewoon, het is niet zo van, ik zie het en ik vind het mooi. En dat is het. Als het je gewoon bezighoudt en je blijft erover nadenken en er ontstaan grapjes en weet je wel, dat hondje bijvoorbeeld, ja, dat is wel, kan je nodig hebben om de dag door te komen. Ja. Lieve mensen, we zijn op een feestje, gooi de handen gewoon hoog in de lucht. We gaan gek doen met z'n allen, let's get it! Een van de schilderijen waar je ook even bleef staan was de 2 zwarte mannen van Rembrandt. Ja. En daarvan, dat deed ook veel met jou? Tenminste, tuurlijk, ja. Omdat het is natuurlijk, ja, ik ben hier geboren in Nederland. Dus ik ben, ja, eigenlijk een Nederlander. Maar ik word wel door heel veel mensen niet gezien als Nederlander. En dan ook zelfs op zo'n plek, dan zie je ook dat soort van, de Nederlander die ik ben, die wordt hier niet vertegenwoordigd, zeg maar. Wat natuurlijk logisch is, want het kan niet. En dan als het dan donkere mensen, dan weet je van, ja, wat is dan soort van het verhaal, hoezo? Ja. Het is meestal niet iets positiefs of zo. Of, het is gewoon heel moeilijk altijd. En daarom had ik iets van, ja, het is wel sick, maar aan de andere kant vond ik het wel weer te makkelijk om dat dan te kiezen als favoriet. Want dan zou ik het gewoon alleen maar kiezen omdat het 2 donkere guys zijn. Ja. Ja, precies, want dat vroeg ik me inderdaad af van waarom werd het hier uiteindelijk dan toch niet, weet precies, je? Precies, ja. En dan doe ik er ook weer op die manier aan mee, dat ik denk van, oh ja, maar ik laat me dan toch ook leiden, gewoon door die huls aan de buitenkant. Ik was het, ik zou een mootje pakken, stop het in je mond en chappen, ze moeten snappen, het is tijd voor die bollen om op te stappen. We hebben een schilderij van ruim 300 jaar oud, ja. Over een verhaal dat zich, nou, misschien wel 2.000-3.000 jaar geleden, ja, afspeelt. Ja. Wat zegt dit verhaal voor iemand van nu, voor jouw fans van nu? Ik heb dus best wel heel veel hierover nagedacht. En wat vooral het ding is, denk ik, is je hebt zo'n farao die doet dingen en die heeft raadgevers en die luistert naar andere mensen en volgens, terwijl het eigenlijk om hem draait, weet je wel? En hier vind ik het wel sick op een of andere manier haal ik je toch uit dat je zelf ervoor moet zorgen, je bent zelf de hoofdrolspeler. Jij bent in jouw leven, moet je zorgen dat jij de keuzes maakt en dat jij de hoofdrolspeler bent. En dat is hier soort van een beetje gaande, weet je. Het is van farao, die laat een kind met zijn kroon spelen en dan is het van, denk ik, ja, kom op man, maak gewoon even, wees gewoon even een man. Bedenk even zelf wat je wilt. Ja, ja. Doe even iets, ja. Ja. En uiteindelijk is het dan het hondje die er met het hele verhaal vandoor gaat. Ja, zo gaat het altijd, toch? Ja. Hartstikke mooi, dankjewel. Dankjewel.
Mootje, jij en ik zitten samen in je dicht. Kijk, maar in mijn ogen, als ik je zit. Jij en ik zijn floating down the ship.